Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers voor 24 uur lang het werk neer. Dat gebeurt op 64 locaties van verschillende ziekenhuizen in heel Nederland. Ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis doen er 4 afdelingen mee. Het hart zit bij ons op de goede plek in ieder geval, maar we willen er wel een keer betaald voor worden. Want we gaan met plezier naar ons werk, maar met plezier koop je geen brood. De problemen liggen bij de onderhandelingen van het personeel met de ziekenhuizen over de nieuwe zorg-CAO. Yvonne werkt op de anesthesieafdeling. Zij legt uit waarom een staking, toch een laatste redmiddel in de zorg, nu wordt ingezet. Een aantal afdelingen staakt. Waarom? Onze CAO is geklapt. Er waren CAO-onderhandelingen en dat is niet gelukt om tot een compromis te komen. Waar liggen de grote pijnpunten momenteel? Nou, we wilden sowieso 10% extra loonsverhoging. Dat willen ze op zich nog wel doen, maar ze willen een 2-jarig CAO en dan een tweede jaar maar 3%. En verder zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden verslechterd. Ze willen het OOT niet meestijgen, reiskosten niet, parkeerkosten niet. We krijgen nu als we een dienst overnemen binnen 72 uur verschoven dienst, dan krijg je een extra overwerktoeslag. Ook dat willen ze eraf en terugdraaien naar 24 uur. De zorg stond de afgelopen periode al onder grote druk. Daar komen deze vastgelopen onderhandelingen nu ook nog eens bovenop. Sinds COVID zijn we heel erg flexibel al geweest. En we hebben al extra diensten gedraaid op andere afdelingen ook. Maar dat probleem is niet voorbij gegaan na de COVID. We hebben heel veel mensen die een burn-out hebben, ziek thuis zitten. En die diensten die moeten opgelost worden. Dus we draaien heel vaak extra diensten, dubbele diensten. En die rek is er gewoon helemaal uit. Of deze ene stakingsdag voldoende gaat zijn, is nog maar de vraag. Nou, ik ben bang van niet, maar ik hoop het heel erg van harte. Dat iedereen toch goed na gaat denken en denkt van misschien moeten we toch wat beter luisteren naar het personeel. En anders? Ja, dan zijn we er de volgende keer gewoon weer. De veiligheid van de patiënten moet wel gewaarborgd worden tijdens een staking. Mark werkt op de spoedeisende hulp en kan zijn werk niet zomaar laten schieten. Ik was net in de hal en tijdens het woord van de vertegenwoordigers van de staking kwam er een telefoontje dat er een trombolyse-melding was. Er kwam een patiënt aan met een infarct of een stolsel of juist een bloeding. Nou, die moet direct helpen. Dat soort patiënten kunnen natuurlijk niet wachten. En de mensen die hier komen, die hebben gewoon de hulp nodig op dit moment. Alle collega's van jou die hier zitten, hadden die misschien niet liever ook daarbij geweest of een deel? Nou, ik denk de spoedeisende hulp, alle collega's die hier werken, die werken hier juist omdat ze die spoedeisende hulp willen verlenen. Ik denk wel dat ze achter de breedte van de staking staan. In die zin dat ze ook qua arbeidsvoorwaarden, dat voelen wij natuurlijk ook als verpleegkundigen. Wij zouden ook graag veranderingen zien, maar die staan wel los van het primaire werk wat wij hier op de spoedeisende hulp doen. Dat is nodig op dit moment en dus iedereen staat erachter. Of de landelijke actiedag genoeg zal zijn om beweging te krijgen in de vastgelopen onderhandelingen met de NVZ, moet nog blijken. Voor de medewerkers van het Albert Schweitzer is het in ieder geval simpel. Men blijft komen? Men blijft komen, zeker. Zeker. Ja. En lukt het niet met 4 afdelingen? Alle afdelingen deden goed aan mee. En voor de volgende staking gaan we misschien nog meer afdelingen oproepen om daar aan mee te doen. En ik zeg tegen de NVZ, kijk en luister. En zie ons zitten.